precies 40 weken geleden dat wij hier op dezelfde plek, in dezelfde zaal, de startbijeenkomst hadden. We hadden allemaal verwachtingen toen we begonnen aan het ontwikkelen van de leergang. We hadden verwachtingen over het aantal inschrijvingen. We waren heel voorzichtig uitgegaan van 25 deelnemers. Dat werden er 62. Tot slot hadden wij nog verwachtingen over het aantal eindopdrachten dat ingeleverd zou worden op de deadline. Ook dat overtrof alle verwachtingen. Hoe fijn is het om zo'n online leergang in je eigen tijd te doen, dus thuis, niet te hoeven reizen op elk moment. Als ik op locatie had moeten komen, ik kom uit Heerenveen, dus elke maand naar Utrecht zou gewoon al een blokkade zijn eigenlijk in je rooster, zou lesuitval betekenen. En nu betekent het dat je heel veel in je eigen tijd doet. Dat vond ik wel prettig hoor, in je eigen tempo. En het werkte gewoon heel goed. Het vraagt veel van mensen om steeds voor een cursus bijvoorbeeld weg te gaan, terwijl juist die online leergang ervoor zorgt dat je bij wijze van spreken midden in de nacht of in je zwembroek je module kunt maken, je dingen kunt lezen. Door die online leergang heb ik veel meer handvatten gekregen om te praten met mentoren, met collega-decanen, maar ook met de directie over waarom we dingen nou zouden moeten doen of andere dingen misschien juist zouden moeten veranderen of laten. En die handvatten had ik eerst niet. Het biedt je een raamwerk en ja, hoe verder je bent met LOB ontwikkelen, hoe meer je dat kunt invullen. Maar het geeft heel mooi de kaders waar je aan moet denken, wat erbij hoort. Heel veel literatuur die je kon raadplegen als je zou willen, filmpjes die je kon bekijken, hoefde niet. Je kon het ook door zonder al die achtergrond te bekijken. Ik vond het heel leerzaam. Juist decanen die zeggen van ik vind het zo moeilijk om een beleidsmatig stuk te schrijven, zou ik aanraden om de leergang te doen. Het vraagt wat van je, want het vraagt echt strategisch denken. Het vraagt een bepaalde abstractie in alle modules, maar het is wel een manier om aan de hand te worden genomen om zo'n stuk te schrijven. Mijn wens, dat wij met elkaar een stap hebben gezet om van visie op papier naar zichtbare versterking van loopbaanleren in jullie scholen te komen.